Met Christel, ga even de kracht van het licht kaart van Leni doen. Ja, je bent misschien overbelast. Zware last op je schouder. Misschien onder druk iemandje, hè? Ja, het kan ook zijn dat je bestemming weet, nog niet je lot weet. Het kan zijn dat de maanfases ermee te maken hebben. En dat voel je ook als een zware last, omdat je geen helderheid hebt op de situatie. Tijd om eventjes pauze te nemen, even niks te doen. Het is zware energie, hè, op het ogenblik, met al die zonnestormen. Dus doe rustig aan. Ik doe dat ook op het ogenblik. Ik kom niet zoveel uit mijn handen, moet ik zeggen. Behalve een paar readingen maken. Vanavond heb ik een feestje dan, barbecuefeest. Dus ik hou me ook rustig, al een paar dagen dat ik weinig energie heb. Dus gun jezelf ook dat je denkt van, ik laat de boel even. Als het kan, hè, als je niet werkt. Anders gaat het moeilijk, hè. Maar als je dan thuis komt, dan doe rustig aan. Ja, zoek contact met de bron. Want je bent natuurlijk een onderdeel van de bron, hè. En de bron is natuurlijk het universum, hè. Het is heel belangrijk om daarmee in gesprek te blijven. Echt die verbinding zoeken vanuit je kruinchakra met het universum. Want daar komen we vandaan, hè. Laten we even kijken wat er nog meer is. Lente. Komt in ieder geval groei. Heb vertrouwen in die groei. Hè? Lente is nou al voorbij natuurlijk. Hè? Maar misschien ben je heel erg gegroeid in de lente. Nieuwe ideeën opgedaan. Nieuwe inspiratie opgedaan. Laten we kijken wat er nog meer is. Waarheid. Ja, je ziet nu steeds meer dingen. Hè? Je ogen zijn open gegaan. Je bent veel meer bewust geworden. Je durft voorbij de illusie te kijken. Misschien moet je nog ergens eerlijk over zijn. Doe dat dan ook. Spreek je waarheid ook. En wees dankbaar, want je wordt straks gelukkig en tevreden. En dan moet je op blijven vertrouwen. Dat het leven jou straks goede dingen gaat brengen. Ja, in ieder geval, misschien heb je met een luchtteken te maken. Misschien ben je zelf een luchtteken. Ja, die wolken die gaan verdwijnen. Misschien moet je meer gaan communiceren. Dat lucht op, hoor ik. Dat lucht op. De waarheid communiceren misschien, hè, bij sommigen. Inspiratie, creativiteit, ideeën, ontdekking, nieuw project. Ja, misschien heb je zin om iets nieuws te beginnen. Nieuwe ideeën. Misschien wordt het wel ingegeven door het universum. En je ziet die bloem, die gaat echt naar het licht toe. Hè? Dus het is wel misschien een heel mooi idee. Of een nieuw project. Misschien een samenwerking met de bron. Het universum, die kan dat zomaar op je pad sturen. Hè? Nieuwe dingen. Ja, er komt een doorbraak, een keerpunt, een opening. Ja, dat kan met emoties gepaard gaan. Dus verwacht een doorbraak en dan zou je daarvoor weer waarschijnlijk heel erg dankbaar. Omdat je toch meer verbinding zoekt met de bron, hè, met het universum. Slachtoffer. Ja, je hebt heel lang in de slachtofferrol gezeten. Ja, het is wel je eigen verantwoordelijkheid, hè? Om ergens uit te komen ook. En misschien wrok, misschien tegen het universum, hè? Dat je denkt, waarom moet dit mij gebeuren? En ontkenning van de situatie waar je in zit. Maar er komt wel een doorbraak. Dus je gaat niet meer in die slachtofferrol zitten. En in die wrok, je gaat nou gewoon accepteren, de waarheid accepteren.
En je gaat steeds meer vrijheid en plezier beleven in je leven. Dus hier, misschien moet je ergens van vrijbreken. En daar heb je heel lang het slachtoffer van gevoeld. Maar die doorbraak wil komen in je leven. En dan moet je wel de waarheid spreken, waarschijnlijk in de situatie. Laten we kijken wat er nog meer is. Ja, creatief, vruchtbaar, voedend. Ja, je zal een. Je gaat een mooie vruchtbare periode tegemoet. Productieve, dus ja, in ieder geval, het heeft wel een doel, hè. Zal je ook geestelijk voeden. En dat is altijd mooi, hè. Het zal groei brengen natuurlijk. Ja, dingen komen weer in beweging. Je gaat echt actie ondernemen en communicatie. Dus ja, die stilstand en de slachtofferrol, dat gaat weg ja, uit je leven. Want je hebt heel veel wijsheid, je bent spiritueel leraar, lichtwerk, je bent een lichtwerker, je kan misschien andere mensen ook helpen. En er komt ook overvloed en ook zuurstof om meer adem te halen, opluchting, ja, noem maar op. Je weet dat je geeft je eigenlijk over aan het universum. Kijk, die staat echt met de handen zo wijd van, ja, laat maar komen. Ik wil nou beweging en ik wil plezier hebben en vrijheid hebben. En ja, ik ben een lichtwerker, dat moet je ook natuurlijk erkennen van jezelf. Ik wil nu actie ondernemen. Ja, als je denkt, het lukt nog niet, vraag dan hulp aan het universum om jou te bevrijden uit een bepaalde situatie. Zodat je eigenlijk weer, ja, goed kan ademhalen, dat je eigenlijk weer rust krijgt. Succes, overwinning. Ja, hier gaat alles overwinnen. Ja, je hebt misschien de hele tijd in je ego gezeten, koud en afgesneden. Ja, die trots mag je gewoon opzij zetten. En ja, laat het succes binnenkomen. En die communicatie, en die actie, en die vrijheid en plezier. Dus ja, je hoeft niet afgesneden te zijn. Je hebt heel lang lopen zwerven, lopen zoeken, maar ja, je gaat je doel toch wel vinden. En je misschien ook heel eenzaam gevoeld. Ja, als je man kijkt, ben je zeker een bewuste energie nou. En kijk ook naar boven, naar het licht, hè. Het gezicht is helemaal verlicht. Naar het universum. Je vertrouwt nu op het universum. Anders de mannelijke energie in jezelf is heel bewust geworden. Trouwens ook wel de vrouwelijke energie. Dus in het algemeen denk ik dat jij heel bewust geworden bent van al die lessen die je gekregen hebt van het universum. Ja, aarde. Dus misschien meer aardeteken. Dus praktisch en materieel. Ja, materialistisch. Ja, dat mag je een beetje loslaten. Praktisch, ja, dat is misschien wel handig. Maar misschien heb je te maken met een aardeteken. Maar dit gaat misschien ook wel over hele andere dingen dan materiële dingen. Het is ook een spirituele groei natuurlijk. En ja, rustig, beheerst, opbouwen, stabiel, stap voor stap. Misschien heb je stap voor stap, ja, ben je op weg gegaan naar een stabieler leven. Je hebt je ingehouden, het duurde lang, maar ja, stap voor stap kom je wel bij je doel. En je gaat gelijkgestemde mensen tegenkomen, die echt overeenkomen met jouw ziel. Misschien heb je een belofte gedaan dat je ook die mensen tegen gaat komen in je leven. Kan een soulmate zijn, een tweelingziel. In ieder geval ja, die gelijk is aan jouw energie. Dus gelijke mensen ja, die bij je passen, je zielsverwanten. Ik ga nog een paar doen.
Ja, een zielsverbinding zie ik hier. Ja, hoge connectie, energetische verbinding, dat komt op je pad. En dat is een gelijkwaardige relatie. Jullie gaan elkaar echt tegenkomen. En misschien waren jullie al vrienden, maar ja, trouw en eerlijkheid is staan het echt op nummer 1 nu. Jullie hebben lessen geleerd. En ja, deze persoon wil echt trouw zijn aan je. En misschien waren jullie al een beetje vrienden, maar zag je nog niet dat het een zielsverbinding was? Of die andere zag dat nog niet als een zielsverbinding. Ja, maar nu wel. Nu wel. Dus. En dat is het verhaaltje voor vandaag. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Vergeet niet te liken en te abonneren. En tot de volgende keer. Doei!